Nou jongens, fucking grappig. Nou zijn we bij Icicle Ali. Nou mensen, we zijn weer in de Efteling. Ja, het is nou iets van 7 uur of zo. En we gaan bij Icicle Ali, want het is zomeravonden, zaterdag. En we gaan bij Icicle Ali. Wat gaan we doen? Wat ga jij doen? Alleen het horentje halen. Alleen het horentje gaat hij vragen. Kijk hoe die reageert. Ik zal wel filmen. Oh ja, trouwens, Timo, wij waren gisteren ook. Ja. En dat filmpje van Timo komt wel nou even in beeld of zo. Kom maar, nee. Hier heb jij al gehad. Nee. Mooi, hè? Nou jongens, fucking grappig. Nou zijn we bij Icicle Ali. Alweer. En laten we even breken dan maar op die. Alleen Dorentje. Kijk hem. Foto. Oké, jongens, deze attractie is echt saai. Echte soep. Dadelijk nog een keer, de koning zegt dat blijkbaar ook. Oké, jongens, nog een keer echte soep. Nu. Ja, lachen man. Dus we gaan naar Symbolica. Ik heb ze alle drie al gehad. Timo, moet jij nog de heldentour alleen, hè? Ja. Nou, dan hoop ik voor jou dat jij daarin komt. En we gaan wel zien welke we gaan. We gaan sowieso in de Single Riders. Want wij zijn te lui om gewoon fucking lang te gaan wachten. Nou jongens, een half uurtje wachten. Maakt niet uit. Yo, kijk hoe vet de view. Oh, dat wil ik hier. Ruikt het altijd zo lekker. Nee,
jongens, we zijn bij station De Oost. Kijk, daar gaat Python omhoog. Zullen wij daarin? Ja, natuurlijk. Dan gaan we een dikke selfie-filmer maken. Ik heb geen idee wat vorige stukjes waar ik op de video heb gezet, maar ja, maakt niet uit. De Python gaan we nou in. Nou jongens, 15 minuten wachten. Lars zou er niet in gaan, maar wij zijn Lars niet, dus wij gaan er lekker wel in. Dus let's go. Nog voor de single rider, het is 10:30 of hoe laat was het? Weet ik veel. Zoiets, we gaan er al rijden als we voorin zitten. En anders gaan we gewoon een mooie selfie film maken. Jongens, het wordt dus een selfie film. Timo, je hebt ook rij 2, fucking chill, dat wordt er met z'n tweeën. Ik doe wel ook bij het vat, ga ik wel naar beneden filmen, want dan zie ik, heb je allemaal licht. Ja, net te laat. Maar we missen de show niet, dus we zijn er voor de tijd. We lopen op het pad ja, richting vanaf de Vata naar ja, gewoon de sluiproute, hoe we ook altijd eerder het park in kunnen. En ja, huis. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden. Ik ga niet vloggen, want al één, dat is die koude verschut omdat die koude druk is. En ja, je ziet me toch niet, want ja, er schijnt geen licht op mijn gezicht. Dus dat is eigenlijk de grootste reden. Ik kan beter gewoon zo de muren filmen, want dat is fucking mooi. En ja, doe even like, abonneer even en dan checken wij jullie gewoon later weer, hè. Houdoe!